Taal aan de Maas. Kunt u ook naar kijken en zult u meteen begrijpen waar dat over gaat. Ja, Taal aan de Maas, een initiatief genomen door de Kneep. Wat de Kneep is, u weet het misschien, u weet het misschien niet, maar daar hebben we hier een meneer voor zitten die dat gaat vertellen. De Kneep bestaat er nog niet zo gek lang, ik denk een jaar of vijf. En het idee was een beetje om met een aantal kijken van schrijvers in de regio. En we hadden toen de tijd ontdekt dat het er nogal wat waren. In het begin waren het er, hadden we het idee een man of 60 en inmiddels zit het bijna tegen de 200. En ik heb maar 44 foto's geteld. Ja, dat is weer wat anders. Kijk, wij gaan ervan uit dat iedereen die zich schrijver noemt, mag zich bij ons aanmelden. Dus er is geen criterium van je moet een boek geschreven hebben of je moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen. Iedereen die zegt, nou, ik schrijf, wordt schrijver. En die schrijven wij aan en die zeggen we, nou, je staat op de lijst, we houden je op de hoogte. En wil je je ook als schrijver profileren? En dan zijn er een aantal die zeggen, nou nee, maar zover ben ik nog niet. Nou, dus dat is het verschil. Op het ogenblik zijn we bezig met een galerij te maken. Profielen van al die schrijvers uit de regio. Daar zijn er nu 44 van gepubliceerd. Dat zijn knappe foto's, dat moet ik zeggen. Sorry? Het zijn knappe foto's, dat moet ik zeggen. Ja, hè? Ik heb met plezier gisteravond gekeken. Nou, er liggen er op dit moment nog 20 op mijn bureau. In de koelkast. Voor de laatste redactie. En dan moeten we nog een, wij noemen dat dan een reminder sturen. Kijk, een schrijver, ik noem hem maar even Henk Baltussen. Nou, die is daar kun je geen knappe foto van maken. Die spreek ik dan meteen aan, maar even. Sorry. Aan. Nee, die wordt dan uitgenodigd. Henk wil je profiel insturen. Ja, dat doe ik nog wel een keer. Maar dat is inmiddels al 2 jaar geleden. Hè? Dus kom, die gaan we dan nog porren. Je moet kietelen. Ja, ja, dat, ik ben net begonnen. Maar zal ik het overnemen? Hij trekt zo'n beetje terug. Henk. Maar daarnaast had je ook nog tijd, want ik denk dat de Kneep bij jou gekomen is met de vraag, of tenminste bij een aantal redacteuren met de vraag, een aantal schrijvers moet ik zeggen, met de vraag, we hebben de herindeling in zicht, wat doen we daarmee? Wat doen we daarmee als schrijver? Zo zijn ze bij jou gekomen? Nee. Is het jouw idee geweest? Nee, ook niet. Het is eigenlijk een gezamenlijk idee. In ieder geval, ik kwam mijn oud-collega Gerard Fransen vorig jaar maart of zo een keer tegen. We zaten net in de lockdown. En toen kregen we de land van kijken, jongens, wat gaan we ermee doen? We moeten eigenlijk toch iets gaan doen met het afscheid nemen van de gemeente. Hoe kunnen we dat doen? En verhalen schrijf je, mensen interviewen, je kunt eigenlijk van alles verzinnen natuurlijk. Maar toen kwam Ed van Alem om de hoek vliegen. Dat is de fotograaf van de Gelderlander al sinds 1986. Ja. En die kwam met het verhaal van dat hij 860.000 foto's had gedigitaliseerd en daar moest hij wat mee. En toen ontstond bij ons het idee van waarom gaan we niet de 5 gemeentes belichten aan de hand van de foto's van Ed. Dus maken we in eerste instantie 4 afzonderlijke houddoes, want we gaan dus van iedere gemeente maken we een houddoe. Een houddoe is een tennis, een houddoe Boxmeer, een houddoe Kuiken en een houddoe Nelson Dubert. Graven die had nog besloten om dus zelfstandig te blijven, dus die kwamen later ook erbij. Dus, die mogen dus toch nog mee? Ja, die mogen het was wel heel, we hebben besloten het toch te doen, ondanks dat we wel iets zijn aangegaan wat een gruwelijke hoop werk is geweest. Je bedoelt het aangaan dat Graven uiteindelijk wilde aansluiten of het gewoon het geheel? Het geheel, ja. Want we moesten dus 860.000 foto's moesten wij dus doorspitten. Doorspitten. Op gemeente selecteren. Dan moesten ze weer doorselecteren naar, want we hebben alle boeken ingedeeld in een stuk of 8 hoofdstukken met verschillende thema's. Dus dan moeten die foto's dan bij die thema's voegen. En daarna nog moesten we een definitieve selectie maken van ongeveer 700 foto's per boek. Om die dus in het boek kwijt te kunnen. Dus. Want meer kunnen we niet kwijt in 200 pagina's zijn ongeveer. En daarnaast moesten we dus bij alle foto's moesten dus de info-nomes gaan opkijken. Ja, we zijn met 4 journalisten, ook oud-journalisten van de Gelderlander. Dat is Geurt Fransen,
is oud-journalist en columnist nog steeds. Ja. Hij is ook de uitgever van de boeken. Uitgever Reinaert heeft die tegenwoordig in Boxmeer. Hij zorgt voor de vormgeving, nou ja, et cetera, et cetera. Dat doet hij perfect. René Meegers, die kennen jullie misschien ook wel van de kunstverhalen. Die doet Kuik en Mensen Hubert. En Joost Ariaans, die zit volgens mij tegenwoordig ook in land, of hier in de gemeente Tunnelsweer. Die doet graven. Kijk. En ik zit Tunnels dus. Mooi. Ja. En de boeken kun je apart kopen. Ja. En je kunt ze als een geheel, als een bundel kopen. Ja, er wordt nog opgestudeerd. Wordt daar korting op gegeven als mensen ze alle vijf willen hebben? Ja, dat er wordt nog opgestudeerd, maar Geurt moet eerst al die boeken moet eruit hebben. En dan, dan gaan we aan de PR beginnen, zal ik maar zeggen. Okay. Maar dat er een arrangement komt van vijf boeken, dat is wel zeker. Maar hoe dat allemaal, hoe duur dat allemaal wordt en zo. Ja, en krijgen jullie ook de kans om dat bijvoorbeeld als 1 januari de overgang dus echt een waarheid is geworden, omdat dan het groots presenteren? Nou, ik wil er wel trouwens op toevoegen, want we hebben de gemeentes geïnformeerd allemaal dat ze boek er aankomt. We hebben alle burgemeesters erover gesproken. En die waren allemaal, die waren allemaal doorenthousiast, moet ik maar zeggen. En zelfs zo enthousiast dat ze ook een leuke opgave hebben afgelopen. Ja, een leuke donatie hebben. Ja, heel belangrijk. Je moet altijd boter op de boterham zijn. Ja, goed, maar we willen het ook wel. We willen niet dat we er zelf geld moeten bijleggen, zal ik maar zeggen. Nee, maar dat kan me goed voorstellen. Het is ook de moeite waard om daar. Ja. Het is uiteindelijk de herinnering is sowieso de moeite waard om daar goed aandacht aan te besteden. Precies. Henk, ik vind het enorm. Ik ben helemaal benieuwd naar jou. 1 november komt je uit, het boek. 1 november. 1 november kan besteld worden via uitgever. Alle boeken of dan jouw boek uit? Nee, alle zijn dan klaar. Allemaal tegelijk. Ze komen te liggen bij de plaatselijke boekhandels, of die er nog zijn. Die hebben wij niet. Ja, moeten we op de fiets naar Boxmeer allemaal. Maar goed, ja. Heb je hier niet bij de dorpshop? Dat is weer heel bereidwillig altijd. Ze komen dan wel bij een winkel te liggen in het dorp of zo, dus dat wordt dan wel geregeld. Maar ze kunnen ook gewoon besteld worden bij de uitgeverij. Uitgeverij.reinaert.nl. Oké. Nou, we weten wat we te doen hebben. We weten leuke Sinterklaas cadeautjes in. 24,5 euro, ja, dat boek heb je. Ja, nou ja. 200 pagina's, 700 foto's. En die foto's van en goed te bieden. Ja, ja, goed. Dat is superbelangrijk. Ja. Henk, wil ik jou hartstikke bedanken voor je fijn. En veel succes en een goede verkoop. Goed. Ja? Dank je. Na de vondst van een mysterieus gedicht over een schat ontstaat onder de vier vinders een discussie. Wie gaat de schat zoeken? En nog belangrijker, wie gaat hem daadwerkelijk vinden? Dan blijkt ons viertal niet alleen te zijn in het woud. Een vreemdeling, even mysterieus als hun vondst zelf, brengt hen een boodschap. En zonder deze vreemdeling zal hun zoektocht niet slagen. En hoe dat verder gaat, dat vertelt als het goed is, burgemeester Van Reven. Ja, nee, maar ik neem het stokje graag over van Antoine Walrave, althans Marcel Frenzel. Ik ben vandaag loco, want hij is nog met vakantie. Walrave zei al van ja, hij moest zich verdiepen in het land van Kuik. Ja, dat heeft Frenzel gedaan, want daarom is hij er op dit moment ook niet. Want hij is daar met vakantie en hij is niet zoals hij traditioneel ging hij altijd naar Engeland. Maar vanwege corona blijft hij toch in Nederland en hij heeft ervoor gekozen om het land van Kuik als vakantie. Dus hij heeft niet in Groningen, maar in Groningen onder andere gezeten. Hij heeft een hele kerkroute geloof ik nog gelopen vorige week. Ik heb vorige week wel eventjes gesproken, maar hij heeft zich dus echt verdiept in het land van Kuik. En ik hoorde Antoine Walrave, het geluid was niet helemaal optimaal, hoorde ik ook zeggen over de Romeinen en de Romeinse weg. Maar ja, dat is meer de woonplaats waar ik zelf vandaan kom, waar die Romeinen zitten. Maar die hebben ook hier gezeten hoor, die Romeinen. Ik heb namelijk, en volgens mij staat daar in die vitrine nog een hele grote afdruk, zijn er ook Romeinse vondsten geweest hier in Ledenakker. Hè? Dus op grond van Sint-Antonis, Sint-Antonis, wat is de man van de kneep, Sint-Antonis. Zijn er ook Romeinen. Dus die Romeinen, die hebben ook al, die wisten toen al dat die staatsbossen, dat is de natuurbeleving waar Frenzel op gaat schrijven, dat die veel belangrijker waren als er alleen maar aan dat water zitten, aan die Kruinbergplas waren er nog niet, maar goed, ze waren ook aan het graven. Van alles aan het weggooien. Dus, en dat hebben ze hier gevonden in de Ledenakker. Dus ook die Romeinen hebben hier gezeten. En ik zal in ieder geval de inspiratie die ik in ieder geval zojuist heb gekregen, ik zal in ieder geval aan Frenzel doorgeven. En ik zal het vertellen, dat wordt een flink hoofdstuk hoor. Dat zou
Maar ik zal het, dit is een stokje, maar figuurlijk, ik zal het stokje doorgeven aan Marcel Frenzel. Dank u wel. Kom, Godeweg. Jullie hadden het vast ook gehuurd. De pinnen in de buk. We kregen een gemeente. De gemeente, Land van Kuuk. Er is al een logo voor gemaakt. Daar even tussen twee hukskes. Het is waar we wennen. En heel wat anders als Brabants rooi-witte blokjes. De gemeente wordt gruwelijk groot. Wat zien dat toch voor streek? Van Velp tot Holtes, van Katwijk tot Westerbeek. Het besturen van de stad in 32 dorpen, dat is een heel aangewoon en al moeilijk zat. Maar hebben ze nog wel oog voor ons Sint-Tunis plat? Want hoe wij praten van vroeger uit, door talen ze misschien niet nog. Schreven ze zomaar onder de klank, dan staan wij op ons strepen klaar. Maar weet wat? We geven de nieuwe burgemeester het Sint-Tunis woordenboek. Mooi, van A tot Z. Zodat hij zich alles kan blijven herinneren hoe alles in ons werelddialect weer gezet. Kom, Godeweg, wat doen we eraf? Raken we van bed op het strooi? Of wouden we fel met elkaar? En zeiden later, des krijg ik wat gooi. We laten ze eerst maar eens even gewerken. Maar bottert het niet? Draaien ons ouleuzig om in de kist? Dan zoeken we het allemaal samen uit bij de vredespaal in de twist. Van willen jullie misschien een paar liedjes spullen op de bijeenkomst van de kneep. Toen dacht ik eigenlijk van, nou liever niet, maar ja, ik dacht, had ik al ja gezet. Toen ik de telefoon ophing, dacht ik, verdorie, ik heb er niet zoveel zin in. Dus ik heb Hans weer een appje teruggestuurd. Zei ik, verdorie, het gaat niet lukken, want onze zanger kan. Een uur knor kreeg ik een appje van Hans. Oh, dat is geen probleem, want ik heb een zanger gevonden in Steensbeek. Dus die stit hier nou, dat is Rudy. Rudy is die. Hans, bedankt. Ja. Dus we zitten hier eigenlijk een beetje van Ermond. Kijk, we willen een paar liedjes worden niet te veel. We hebben drie, nee, we hebben vier liedjes. Meer hebben we niet. Het is helemaal nieuw. Het is voor Rudy is het echt helemaal nieuw, want hij had ze vorige week nog een beetje in de kop moeten stampen. Dus we doen het allemaal vanaf het papier. Excuses te veel, maar het is niet anders. Maar goed, muziek is natuurlijk ook is muziek en tekst. En ja, ik denk dat liedjeschrijvers ook wat bij de kneep hebben. Dat zou ik eigenlijk kunnen. Hè? Dus wat ik wil doen is even het liedje een keer als een soort gedicht voorlezen. Want je hoort eigenlijk al maar liedjes. En Joost, die ken ik al heel lang. Ze hebben al heel veel mee gespeeld. Maar die weet eigenlijk nooit waar we over zingen. Dan ziet hij jouw tekst en zegt, hey, verrekt, gaat dat daarover? En dat is dan 4 jaar later. Dus, misschien is het wel leuk om het een keer verder te lezen, zonder muziek eronder. Dit liedje heet Voetballen en ik ben absoluut geen voetballer. En Jos ook niet, en Rudy ook niet. Maar het is zo dat ons kinderen ook klein zijn geweest en toen die een jaar of 6 waren, het moest natuurlijk de voetbalclub excellent. En dan moest ik dan op woensdagavond mee naartoe. Dan moest ik ze wegbrengen. En ik kan me echt nog goed herinneren dat ik de eerste keer, onze wijn onder Jan, ik weet niet wie het was, op de voetbalveld rond zag rennen, met 22 van de jongen. En ik wist precies wat een bal was, want er waren al die jongen op de hoek. En ze deden echt maar wat. En ik dacht, ook ja. Ik heb een liedje geschreven en dat gaat als volgt. Eens per week in de avond op het kortgeschoren gras. Met zijn sokken op de enkels rent hij rond of hij de grootste was. Nog wat vreemd zo op zijn eigen, kiet hij steeds of ik hem zie. De ballen vliegen in de oren, maar de regel van het spel, die kent hij niet. En hij danst en hij zingt en hij rent en hij springt, maar hij snapt er de ballen nog niet van. En hij schupt en hij schupt, maar de bal die rak hij niet. En ik maar denken, waar had hij dat toch van? Nou, en als ze er dan muziek onder zetten, moeten we even kijken, want excuseer ons vast een beetje, want we hebben maar één keer gerepeteerd, dus we moeten even de tempo bepalen, de toonsoort en... Je kunt niet meer zingen, want je kent het niet. Ja, la, ja, la, ja, la, la. Ja, la, ja, la, ja, la, la, la. Ja, la, ja, la, ja, la, la, la. Ja, la, 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 ja, la, ja, la, ja, la, la. Rudy. Eens per week in de avond. Op een kort geschoren gras. Sokken op de enkels, rent die rond, toch wie de grootste.
de wals. Nog wat werd zo op zijn eigen, kijk die steeds op ik hem zie. De ballen vliegen hem de oren en de regels van het spel die kent hij niet. Huppie! En hij danst en hij zingt en hij wendt en hij springt, maar hij snapt de ballen er niet van. En hij schupt en hij schupt, maar de bal raakt hij niet. En ik maar denken, waar had hij dat toch van? En hij schupt, maar de bal raakt hij niet. En ik maar denken, waar had hij dat toch van? En ik maar denken, waar had hij dat toch van? En ik maar denken, waar had hij dat toch van? En ik maar denken, waar had hij dat toch van? Wel bijzonder erg voor jullie. Anita heeft het gepresteerd om een boek te schrijven. Nou, een boek schrijven is natuurlijk tot daar aan toe, maar als jouw boek, als jij als debutant jouw boek al geplaatst krijgt bij de vijfde vriendinnen thrillers, hè? Vrouwenvers van de vriendinnen. Dus voor de Nederlandse tekst, als je daar bij de vijfde zit, dan denk ik dat je het niet zo slecht gedaan hebt. Nou, hoe stellen we ons dat voor? Anita die zegt tegen haar echtgenoot, Ed, hè? Ed, en nou heb ik geen tijd meer voor jou, ik ga schrijven. Ik heb geen man cave, maar een wife cave. En je mag me niet meer storen. Had je toen al een idee waar je over ging schrijven? Want ja, je kunt wel zeggen ik ga schrijven, maar ik moet wel weten waar ik over wil schrijven. Nou, er waren een paar dingen die voor mij wel vast stonden. Ik lees graag thrillers. Ik vind het wel leuk om echt op te gaan in een verhaal. Dus dat stond voor mij wel vast. En ik wilde proberen een wat makkelijk toegankelijke thriller te schrijven. Die iedereen gewoon lekker kan lezen. Daarnaast hebben wij, Ed en ik allebei, al jaren een grote voorliefde voor Afrika. We gaan al jarenlang heel regelmatig naar het Afrikaanse continent, naar verschillende landen. En op dat moment waren wij, stond ik net een maandje of twee maanden voordat we voor 3 weken naar Zuid-Afrika zouden vertrekken. En ja, dat was voor mij ook wel een, vond ik ook wel een hele mooie uitdaging om Afrika in het verhaal te betrekken en een deel van het gebeuren daar te laten afspelen. En omdat we daar toch naartoe gingen, was het ook heel erg leuk om dan tijdens die, we hadden dan een auto gehuurd, we reisden zelf rond, om dan ook zelf te kunnen gaan kijken van wat zijn nou de mooie locaties. En ja, die gebruik ik dan weer in mijn verhaal. Dus ja, het grootste gedeelte van het verhaal speelt zich af in Zuid-Afrika en het andere deel hier in de buurt in Elsendorp. Ja, uitgerekend in Elsendorp, maar nog niet in Sint-Antonis. Heel eerlijk, ik heb getwijfeld tussen Vredepil en Elsendorp, alleen omdat dat zo'n mooie plaatsnamen zijn. Dat klopt. Nou, het verhaal kent één hoofdpersoon en een hele goede vriendin van die hoofdpersoon. En die goede vriendin die is zelfs wel wat meer dan een goede vriendin. Die is bijna een zusje voor haar. Als kind trokken ze heel veel met elkaar op. En voelden ze zich zo met elkaar verbonden, dat ze ook een keer bloedeet hebben afgelegd. Dus zodoende waren ze bloedzusters. En het verhaal gaat erover dat een meisje uit Brabant, wat eigenlijk nooit veel meer heeft gezien dan Elsendorp, op bezoek gaat bij haar vriendin in Zuid-Afrika. Die vriendin is veel meer van de wereld, komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar gaat in een weeshuis in Zuid-Afrika werken. En als haar vriendin aankomt in Johannesburg, blijkt
En ik vind het daar beneden te zijn. En zij vraagt dan, wat zal ik doen? Dat het besluit daar te blijven en in dat vreemde, ja, in die hele vreemde wereld op zoek te gaan naar haar vriendin. En dat was voor mij ook een hele leuke insteek, want dat geeft je de kans om zo'n continent te laten zien uit de, door de ogen van iemand die daar voor de eerste keer is. Dus die alles verwonderd toch wel ervaart met een beetje een. Ja, je geeft dat mooi weer hoor, ook de kleuren en de kleding en zo, ja. Als je echt in dat boek verdiept, dan zie je het eigenlijk, je ziet het niet, je ziet het gewoon voor je. Op een gegeven moment voelde ik zelfs een stof aan het jurk zitten. Ja, nou, dat heb ik meer gehoord. Het was ook heel erg leuk. Ik kreeg nog niet zo lang geleden een berichtje van iemand die dus ook lang in Pretoria, net boven Johannesburg, gewoond heeft. En die zei ook van, nou ja, die locatie, dat is helemaal de plek. Ja, je bent echt goed in geslaagd. Dankjewel. Maar het leuke vind ik ook, en dat zeg je ook aan het eind eigenlijk, hè, de achterkant. Het is een heel verrassende wending die het verhaal krijgt op het eind. Ja, af en toe, bij mij kwam het wel zo, ik dacht, het klopt niet helemaal dat die het zou wezen. Maar goed, de wending, ja, het is heel verrassend, heel leuk. En dat is een geweldig compliment. Maar als je nou eenmaal zo'n boek geschreven hebt, hè, zeg je dan, nou doe ik het nooit meer, of ben ik nou zo vol adrenaline dat ik nou voor mijn tweede boek ook in de startblokken sta? Het tweede boek staat in de startblokken. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen, ik neem wel gewoon de tijd die ik daarvoor nodig heb. Inmiddels werk ik weer en heb inmiddels ook weer nu de ergste corona puntjes een beetje achter de rug. Het is ook weer gewoon een druk sociaal leven, dus ik ga ook me niet een deadline stellen van dan moet het volgende boek klaar zijn. Maar ik ben er alweer mee begonnen, dus dat komt nog een keer. Maar wanneer weet ik niet. Ja, lieve mensen, ik zou zeggen, als u Bloedzuster nog niet gelezen heeft, dan moet je er toch maar aan beginnen. Maar af en toe is het best wel spannend. Eerlijk waar. Ik moest het uithebben, niet alleen omdat ik vandaag jou wilde interviewen, mocht interviewen, maar ook omdat je wilt weten, hoe loopt dat toch af? Anita, ik vond het geweldig. Ik ben helemaal blij met jouw succes. En voor de toekomst heel, heel veel succes. Bloedzuster, maar ik denk aan je. Ik zou zo graag nog een keer in het vroege lentelicht dicht bij me willen vuren. Dat mooi gezicht weer neven mij op het kussen. Het room wijd open en vogeltjes op de vensterbank. Geen andere klanken dan het heldere fluiten. Ik wandel met mijn vingers, draai krulletjes in uw oor, er hoeft geen woordje zit. Zo komen we er een tijd, mijn lief. Hoor vind ik al nog ooit terug, gelopt al door mijn denken. Ik zoek u alle merkens weer, om de dag te kunnen beginnen. En blijf, zolang ik leven mag, al stilletjes beminnen.